kandidaatraadsleden van de nieuwe politieke partij Dorp en Plattelandbeweging, zijn maandagochtend gezamenlijk naar het stembureau bij het gemeentehuis van Oude IJsselstreek gegaan om hun stem uit te brengen. De ludieke rondrit in een huifkar was voor lijsttrekker Herman Vreeman de afsluiter van een turbulente campagne. Het was een hell of a job. Gezien onze startdatum 1 november ongeveer wisten we nog niet dat we dit zouden doen. Maar ik kijk terug op een hele fijne periode die we met een team van tientallen mensen hebben mogen afmaken. En dat resulteert erin dat we mogen meedoen en dat mensen op ons kunnen stemmen. De politieke partij, bondgenoot van de landelijke boer-burgerbeweging, is in de gemeente één van de drie nieuwe lokale partijen. De Dorp- en Plattelandbeweging merkt dat het krijgen van naamsbekendheid lastig is. Nou, je moet je bekendheid toch een beetje accentueren en dat kunnen we op deze manier goed doen. De trekker was beschikbaar, de huifkar was beschikbaar. Dus waarom niet op deze leuke, wat andere manier dan anders? In de versierde huifkar trokken kandidaat raadsleden door de gemeente richting het stemlokaal in Genderingen. Ja, het is toch wel weer een momentje dat je samen met de groep waar we 3 maanden geleden mee begonnen, om dat nu af te maken en af te ronden in het kieslokaal. Ja, dit is alleen maar feest van de democratie. Ja, fijn dat mensen zich zo betrokken voelen bij hun plaatselijke activiteiten. Voor lijsttrekker Vreeman is de druk in aanloop naar de uitslagenavond van woensdag van de ketel af. Nu is het afwachten. We kunnen een beetje in een meer relaxte stand komen. Waar we de afgelopen weken niet aan toe zijn gekomen. Dat krijgt nu ook weer een plekje.